Je vais donner la parole au journaliste Willy Van Damme, ici, sur le podium. I will give the word now to Mr. Willy Van Damme, who is going to make his own report about Syria. Okay, Mr. Van Damme, could you start? Good afternoon, goedemiddag. Het gaat over Syrië bij mij, maar ik ga het plaatje Syrië in een breder geheel plaatsen dat Syrië, het gaat in wezen wat we nu meemaken rond Syrië, het gaat in wezen niet om Syrië, het gaat niet om mensenrechten, het gaat niet om Assad, het gaat niet om de Free Syrian Army of wat dan ook, of de christelijke gemeenschap, of de Alawitische gemeenschap, of de Soenitische gemeenschap. Het gaat om veel meer, het gaat om de gewoon bestaansrecht en de erfzucht van Israël. Niets anders. Nu, waarom jarenlang, decennia lang, heeft men in het Westen geen enkel probleem gehad met Al-Assad, nog met de vader Hafez, nog met de zoon Bashar? Nee, we vonden dat feitelijk wel een toffe kerel. Toen de Verenigde Staten, de CIA of wie dan ook van die veiligheidsdienst bezig was om mensen te ontvoeren, zogezegd Al-Qaeda, waar dat allemaal Sikhs waarschijnlijk het grootste deel, die werden dan ontvoerd, die werden dan in gevangenis gestopt, gefolterd, vermoord. Sommigen werden naar andere landen afgevoerd, Jordanië, Marokko en ook Syrië. Amerika duwde die kerels, dus nooit in Syrië, geen enkel probleem. Ze wisten dat er daar gefolterd werd in die gevangenis. Ik herinner me ook het verhaal van de Nederlandse Rita Verdonk, die toen op zekere moment minister was en verantwoordelijk was voor de vluchtelingenopvang en de immigratiegolven die over Nederland spoelden. En ja, Syriërs werden dovis bijna allemaal geweigerd in Nederland. En het gebeurde dat mevrouw Rita Verdonk, dus die Syriër dan terugstuurde, dus samen met het dossier van zijn politieke aanvraag. Dus gans het verhaal dat die man had opgehangen van hoe dat hij in Syrië behandeld werd, dat was slechter dan. Dat het daar waren bij de politie en was meeland, hup, kan ze toch zien, naar Assad, naar Syrië, samen met de man. Ja, ik weet niet wat er met die kerel aan die gebeurd is, maar die zal waarschijnlijk ook het ontvangstcomité gekregen hebben. Dat was geen enkel probleem, Assad. Nu, het probleem met Assad was natuurlijk, ja, in de 1976, was Syrië de Golanhoogte kwijtgeraakt. Israël had dat bezet en weigerde dat te spelen. Nadien kwam er dan de Camp David-akkoord, de vrede waarbij Egypte Sinai terugkreeg. En in ruil een vredesverdrag tekende en verder zich degradeerde tot vazalstaat van Israël. Wat gebeurde? Jordanië dat al van in 1947-48 een gelijkaardig geheimakkoord had met Israël. De Syrië kwam in wezen als buurstaat geheel geïsoleerd. Hij kon dus niet veel doen, was militair totaal te zwak, was politiek internationaal totaal geïsoleerd. Dat is geen slechte jongen, maar vader Assad, maar de goede was er gewoon niet. En hij zegt, ja kijk, ik moet mijn Golanhoogte terugkrijgen, op die voorwaarden wil ik vrede. Maar Israël, waarom zou hij de Golanhoogte teruggeven aan een zwak Syrië? Dat ging het nooit doen en dat heeft het nooit gedaan en zou het ook nooit willen doen. Dat is een kwestie van machtsverhoudingen. Maar die toestand van stabiliteit veranderde door de opkomst van twee verzetsbewegingen. Eén, Hezbollah in Libanon. Twee, Hamas in de Gazastrook en de Palestijnse gebieden, westelijk Jordanië, beide. Die kregen de steun van Syrië en ook Iran. Waarom? Ja, dat waren vijanden. De vijand van mijn vijand is mijn vriend. En Syrië steunde Hamas, steunde Hezbollah. Omdat ze, ja, Syrië was tegen Israël, Hezbollah was tegen Israël, wegens wie dat er gebeurd was. Hamas was ook tegen Israël, dus dat was een alliantie. En waarbij dan Iran ook aansluit. Nu in 1996 valt Israël Libanon binnen. En tot een grote verbazing, en verbazing van iedereen in het Westen, maar ook in het Midden-Oosten, daar ben ik zeker van, Israël raakte niet door de verdedigingslinies van de Hezbollah. Die
Integendeel, ik kreeg daar slaag. Ik deed daar weer wraken om, door op een gruwelijke wijze. Het was een nederlaag. De eerste nederlaag feitelijk die Israël geleden heeft. In al die oorlogen. Hetzelfde gebeurde een paar jaar later met de operatie tegen Gaza. Ook daar die niet. Ja, buiten terreur, bloedige terreur die Israël gezaaid heeft, heeft ze daar militair geen baat gehad, niet gewonnen. En het is op dat ogenblik dat het idee, wat moeten we doen met Syrië, wat moeten we doen met Assad, en het verzet tegen ons, want dat idee in Israël beginnen keren. En dat we gezegd hebben, ja, hoe gaan we dat probleem weer oplossen? Want als dit verder gaat, en Hezbollah wordt sterker en sterker, en dat lijkt het op dit ogenblik, beter bewapend, meer raketten, meer soldaten, groter prestige in het nodig. We moeten dat liquideren. Nu, en de beste manier om dat te liquideren is natuurlijk, is door wat er nu gebeurt in Syrië. Men heeft gebruik gemaakt van het ongenoegen bij de bevolking, die er reëel is, die begrijpelijk is, die logisch is. De jeugd die wil iets modern, iets nieuws, met Twitter en Facebook en Donald Duck en Disney en McDonald's en al die dingen en popmuziek. En die zeggen, ja, dat doet die oude zakken daar in Damascus. Weg daarmee. En verder kunnen we ook wat vrijheid enzovoort. En men heeft ervan geprofiteerd. Men heeft zich al jaren, en dat is duidelijk, als we in het verhaal van, dan ga ik te ver gaan, naar het verhaal van Fatah al-Islam in Libanon bekijken, dan zien we dat men reeds jaren geïnfiltreerd was vanuit Saudi-Arabië, vanuit Israël, vanuit de Verenigde Staten, in het radicale islamitische milieu in Syrië en Libanon. En toen dan die eerste betogingen uitbraken in Syrië, heeft men gezegd, we gaan daar gebruik van maken om de onrust aan te wakkeren, het land te isoleren en zo het regime, de regering omver te werpen en het land in chaos te storten. En nu ga ik even voorlezen uit een artikel dat ik toevallig, ik had dat uitgeknipt en bijgehouden, maar ja, dat ligt op mijn studiekamer zoveel materiaal, zoveel papier. Maar ik vond dat per ongeluk terug aan dat komt feit dat ik hier perfect van pas. Dat is een artikel uit 2006 uit de Financial Times, Britse krant. En de titel is US Marines Probe Tensions Among Iran's Ethnic Minorities. De Amerikaanse mariniers onderzoeken de spanningen onder de Iraanse etnische minderheden. En dat staat in onder de volgende zin. Dus dat gaat over het feit dat het Pentagon en de US Marines apart nog eens studies, een serie studies hebben gedaan. Eind vorige eeuw, begin deze eeuw, waarbij ze dus onder andere ook Iraanse ballingen hebben ondervraagd. Om te zien hoe is dat in Iran, die etnische make-up. En dus het verhaal staat, Iranian activists, zijn waarschijnlijk dus politieke ballingen, involved in a classified research project for the Marines, een geheim onderzoeksproject van de Marines, vertelden dus enzovoort, and appeared to be studying whether Iran would be probed to a violent fragmentation along the same kind of fault lines that are splitting Iraq. 2006 toen was de burgeroorlog in Irak op een hoogtepunt. Wel, maar hoogtepunt. Dus wat staat er? Ze blijken te bestuderen in hoeverre Iran kan hetzelfde proces ondergaan van brutale, gruwelijke fragmentatie volgens dezelfde etnische scheidingslijn die we zien in Irak. Dus wat wil dat zeggen? Ze wouden dood geworden in Irak doen in Iran. En hetgeen dat ze nu doen in Syrië is in wezen juist hetzelfde. Ze steunen, financieren en bewapenen de meest extremistische elementen binnen de Syrische gemeenschap. En ze lokken dus uiteraard, want Syrië is een magneet geworden, vooral aan de extremistische gekken. Excuseer het woord, die naar Syrië gelokt worden in een soort van, ja, zoals in de Spaanse burgeroorlog, de internationale brigade zat, dan kun je dus niet de jihadisten die daar al mas toe komen, allemaal nieuwe wapens krijgen en dan beginnen te schieten, want ja,
enzovoorts. Hè. En je krijgt een totale vertaling, en dat is de bedoeling, van gans in wezen, gans het Midden-Oosten, in vuur en vlam te zetten, om te zorgen dat Israël als enigste overblijft in het Midden-Oosten. Enigste ongeschonden overblijft natie, die daardoor in staat is om voor de komende decennia te kunnen blijven als enige hegemonistische mogelijkheid die de regio militair, economisch, financieel controleert. Met steun van wat ik kan, van alle staten, de staat en Europa. Excuseer, misschien zonder een extreme uitdrukking, maar dat is volgens mij de enige naam die je kunt geven voor de verhouding tussen Europa, Amerika en Israël. Dus van alle staten. Dus. En dat is geen dat er dus volgens mij gebeurt. Het is geen toeval bijvoorbeeld dat die meneer Galioen tot voor kort de voorzitter van die Syrian National Council oproept om de relaties tussen Syrië en Israël te normaliseren, die op de foto gaat staan met Ehud Barak, de minister van Defensie van Israël, een van de meest imperialistische, agressieve, excuseer de uitdrukking nogmaals, schurken die Israël kent en er zijn er daar veel. Maar dat is heel verrassend volgens mij. Dat is ook de strategie achter Gaza geweest enzovoort. En ja, die meneer Galioen die staat ermee op de foto. Waar hebben we het dan over mensenrechten? Waar hebben we het dan over de Arabische wereld? Waar hebben we het dan over de islam? Dus in wezen. Nu, het probleem in gans die strategie van het Westen en van Israël is dat ze op dit ogenblik geconfronteerd worden met een internationaal nieuwe situatie. Had dat 10 jaar geleden geweest, 15 jaar geleden, 20 jaar geleden, dan had het anders gedraaid van Syrië. Dan was Assad nu al lang al dood. Samen met al diegenen die erop kwamen, was het land al lang al in provincies verdeeld geworden, zoals we Joegoslavië verdeeld hebben, zoals ze Irak feitelijk al verdeeld hebben, of poging te verdelen, enzovoort. Maar doordat de wereld is niet meer de wereld van 20 jaar geleden, en die van 20 binnen 20 jaar zal ook niet meer dezelfde wereld zijn. Waarmee we zitten we nu, toen in 1990, toen de Verenigde Staten en vooral Duitsland die twee Joegoslavië aanpakten en in stukken sloegen, ja, want dat is geen dat er gebeurd is, toen was Rusland totaal zwak. Rusland was vernietigd. Is ook in stukken geslagen trouwens. Was totaal weg. Was van de kaart. Kon onmogelijk op geen enkele wijze reageren tegen wat er gebeurde in wat, ja, Aardkartier was. Aardbieter, de orthodoxe christelijke kerk. Servië, Joegoslavië, dat was een beetje in. Ze konden er onmogelijk tegen reageren, want Rusland was op de grond. Nu, anno 2012, is Rusland niet kapot. Nee, de economie van Rusland groeit met 4-5% op jaarbasis. Rusland is een van de grootste olieproducenten ter wereld. De olie is peperduur, onbetaalbaar geweest, zelfs voor de industrialiseerde landen. Hetzelfde met China. China was 30 jaar geleden het Maoïstische China. Pover, dictatoriaal, economisch slecht geleid, geïsoleerd op de wereldschaal. Ja, dat had goede relaties met Amerika, dat was 30 jaar geleden. Dat kon niet reageren en dat was ook niet geïnteresseerd in wat er in Europa gebeurde. Nu, China en dan heb je nog Indië, die ook veel sterker geworden met ons land. Je hebt Brazilië, die als economische wereldmacht groter is dan Groot-Brittannië sinds kort. En die volgend jaar Frankrijk zal voorbij steken als wereldmacht, economische wereldmacht. Dus je hebt in de verhoudingen onder de naties, die gewinnen bijvoorbeeld de Verenigde Naties, of die gewinnen de groep van 20, nee, want die hebben hier de groep van 20, omdat de groep van 8 het alleen niet meer kan oplossen, de economische problemen. Ja, als Syrië valt, valt Iran, en valt ook in Hezbollah. Nu Hezbollah en dan. Als dat is niet zo waarschijnlijk direct de zorgkind van China en Rusland. En India, Brazilië en Zuid-Afrika en andere landen, de BRICS. Maar Iran is dat wel. Iran is een grootmacht, economische grootmacht. Niet kleiner dan Groot-Brittannië natuurlijk, maar het is een economische grootmacht. Het is ook een van de grootste producenten van gas en aardolie ter wereld.